kerel. Leg je lekker te genieten in het zonnetje. Jij. Ja. Een hele goede morgen. Op deze... wat voor dag is vandaag? Woensdagmorgen. Ik moet even helemaal nadenken. Het is alweer 2 mei. Ja, en in mei liggen al vogeltjes erbij, zeggen we dan. Maar oké, alle gekheid op stokkie. Ik wens jullie wel eerst van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja, ze zijn er allemaal al binnen, geloof ik. Nee, die rode rakker is er niet, die is buiten. Maar in ieder geval, het is 9:15. Ja, 9:14. Ik zag nog een buitenzak bewegen. Ik kan hem aanleggen. Ja, die rode kwam binnen, dacht ik al. En de kleine zwart-witte wil eruit, dus ja. Maar in ieder geval, geniet van jullie dag. Het is hier momenteel heel mooi weer, alleen nog het is roetje koud. Ja, het is, de wind staat in de verkeerde hoek en het waait hard. Ja, je waait wat uit je jasje vandaan, feestje wat je erop mag hebben. En ik vind het niet warm, nee. Wat jouw kerel? Hé? Wat jou dan? Ja. Hé? Ach, goedje toch. Ach, goedje toch, hè? Oh, goedje toch. Dan wil die. Dan wil die maar hebben dat je hem aan blijft halen. Hé, kereltje, ja. Hij is zo lief, hè? Ja, en die plant, nou, die doet het perfect. Ik weet niet wat ik ermee heb, maar normaal kan ik geen ene plant goed houden. En deze heb ik vorig jaar van Karen en Roderick gekregen. Gewoon een vaardigheidje, nou, dat moet kunnen. Maar ja, ik dacht bij mezelf, waarom man plant? Je weet dat ik het, tenminste jij, Karen, weet dat ik het niet goed kan houden planten. Want ik heb altijd zijde, ja. Maar in ieder geval, deze plant die doet perfect. En dan ook hier nog eentje. Ik heb er ook nog één. Dat is die. Die heb ik van de kerk gekregen. Ja, dat dingetje hoort er niet aan. Dit zit, dat is van de planten. Maar, en die eieren kennen er ook uit. Dat heb ik ook vergeten. Maar in ieder geval, ik zie dan dit plantje. Wanneer die water moet hebben. Nou, dan geef ik hem water en dan zet ik hem weer terug en dan is hij klaar. Tja. Dus. Maar je komt goed hoor. Dat is mijn nummerplaatje voor op mijn scootmobiel. Die zit erin. Ja, die moet ik er even op zetten. Die hadden ze veel te laat gestuurd, want die had er gisteren eigenlijk opgemoeten. Eerder mag ik de weg niet op. Maar gisteren had hij er al op moeten zitten. Voor 1 mei. En dan kreeg ik hem gisteren pas binnen. Hoe kan ik dat dan combineren om hem dan erop te zetten voor 1 mei? Dat gaat toch niet? Dus ja, gek. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En ik spreek jullie later vandaag. Doei, doei. Zo, lieve vrienden, daar zijn we dan weer even. Oh, dat moet nog niet zo ook. Oh, godje. Gezondheid. Ha! Sorry, belorie. Nou, mijn hondje die is een hele tijd tekeer gegaan. Ik kreeg hem amper stil. Ik had maar verliefd 5 man hier rook bij mijn huis. Eentje was ervoor bezig. 4 waren erachter bezig. En mijn tuin die is tenminste opgeknapt. Alleen nog wat er nog aan de hand is. Maar dat doet mijn broertje lief, heeft hij beloofd. En dat is het groen van de tegels afhalen. Maar buiten is prachtig mooi. Enkel de tuin is alweer omgesplit door het mondje. Maar geen grasprietjes meer. Nee, daar ben ik blij mee.
Ja, en dit is mijn hondjesmuseum. Ja, dat hou je. En dan gaat hij dus weer poeperen. Dat moet ik zo weer even opruimen. Ja, maar het is allemaal weer keurig netjes. Ook dat is weer netjes. Ja, dus ik ben er blij mee tot zover. Ja, als mijn man het had kunnen doen, dan was het schoner geweest. Maar helaas, die leeft niet meer. En zoals jullie zien, dit is groen. Nou, dat moet er allemaal nog af. Ja, dus. Maar dat komt hopelijk wel weer. Oh, dan gaan jullie op de kop. Gaat het dat wel weer goed komen? Ja, dat. Ik zal even mijn koffie in gaan schenken. Want ik was met de koffie bezig voor mezelf. Ik had al, vanochtend had ik een bakkie. En daarna niet meer, nee. Ik heb geen koffie meer tot me genomen, want ik zat eigenlijk op nog iemand te wachten. Maar die is tot op heden ook niet geweest. Ik denk dat die nog steeds ziek is, zonder zijn eigen af te melden. En dat vind ik dan ook weer niet zo fijn, hè. Meld het dan even. Ja, wacht je eigenlijk voor Jan met een korte achternaam? Wat niet de bedoeling is. Maar ja. Oké, we gaan gewoon weer door. Ik ben tot zover in ieder geval er blij mee dat het weer een beetje opgeknapt is. Dat je toch weer lekker buiten kan zitten straks. Wanneer de temperaturen ook beter worden. Want ik zit nu toch wel steeds zelfs in huis met een vest aan. Dus ja, dat schiet niet echt op dan, hè? Nee, vind ik ook. Maar oké, lieve vrienden, ik hou er weer mee op. En ik zeg tot later. Doei, doei. Hey, mijn hondje. Wil jij straks wel weer wat voor vrouwtje doen? Even oppassen. Ha. Ja, lieve vrienden. Ik ga straks weer even wat boodschapjes doen. En ik neem jullie mee. Ja, gezellig. Maar de koopkool legt even nog aan de lader. Want die was weer aan de knipper. Ik denk, nou, hij was vol. Maar ja, met dik doen lopen ze ook leeg. Dus ja, nou ligt hij te knipperen en aan de lade. Dus als dat stilstaat, dan is hij klaar. Maar het komt allemaal goed. En oh, wat lief. De een op de bank lekker te slapen, de ander ligt voor de deur. Nou, wat een genot. Ja, waar mijn prinsesjes, weet ik niet. En de rode rakker, die is geloof ik net naar buiten. Ja. Die liep er net wel om me heen te dansen dat ik mijn broodje klaarmaakte. Die ik ook al overigens weer op. Maar ja. Dat weet ik niet meer. Maar ja, ik ben ook zo druk bezig. Ik ben eventjes met foto's bezig. Er is mijn liefhebbende broer, die wil dolgraag een foto van mij hebben, wat als foto in mijn Wat is App profiel staat. Maar die foto die staat dus niet op mijn mobiel. Nee. Dus ja, ben ik aan het zoeken op mijn pc. Maar mijn man die heeft dat nog gedaan. Niet ik, nee. Dat, ik weet niet waar die foto is. Het is een oude foto, maar mijn broer die wil die graag hebben. Nou, ik weet niet of ik hem nog heb. Nee, en ik blijf van mijn Wat is App fotootje af. Ja, ik weet ook niet hoe mijn man dat heeft gedaan. Ik ken appen en ik ken met een microfoon praten via Wat is App. En ik kan filmen via Wat is App. Maar waar mijn foto is, dat weet ik niet. Nee, moet ik eerst een telefoonlijntje zien te verbinden met de hemel. Ja, en dat bestaat helaas niet, nee. Dus ja, lieve vrienden, geniet verder van jullie middag. Het is 2:50 hier al op de klok. Ja, inderdaad, klopt. Klopt als een bus. Dus geniet verder van jullie dag. En ik hoop dat jullie ook van deze vlog weer mogen genieten. Dus tot straks maar weer. Doei, doei.